Is dit de zoveelste mokerslag? Voelt het zo? Ja, dit is er wel eentje, ja. Ja, klopt. De zoveelste, maar deze wel, is wel pittig. En wat maakt deze dan pittig? Omdat zij de nummer 18 van de eerste divisie zijn? Nou ja, dat hij in de laatste minuut valt ook, denk ik. Als je in de laatste minuut een wedstrijd weggeeft en, het is, en je verliest weer, nou, dat maakt het pittig, ja. Ja, want er was toch nog iets van een slotoffensief van jullie kant, hè? Ja, een beetje. Ik vond de eerste helft, daar konden we meer tevreden zijn, denk ik, over het voetbal en over niet heel veel kansen. Maar toen zag het er, vond ik, wat verzorgder uit, denk ik. En er zat wel wat beleving in overal. Dat was wel voldoende, denk ik. In de tweede helft vond ik het toch wat minder. En dan, op het eind van de wedstrijd, dan gaat het alle kanten op, omdat het... beide partijen kunnen nog winnen en het veld wordt groot. Dus gaat het over en weer. Dus wij gaan het ook nog proberen. Dus dat lijkt hem wel op een slotoffensief. Maar ja, dat was niet meer echt een georganiseerd gebeuren. Nee, want als je in 90 minuten 3 kansen creëert, is dat eigenlijk veel te weinig, toch? Die mening moet je delen, denk ik. Nee, dat is ook te weinig. Die deel ik. Ja, nou spelen jullie met heel veel invallers. Hè? Je mist een tiental spelers die ook basisspeler kunnen zijn. Heb jij dan een verklaring voor het rommelige in deze wedstrijd? Zit hem in, die vervanger, zit hem dat daarin? Nou, ik vond de eerste helft niet zo heel rommelig. Dat vond ik nog wel voldoende. Zeker als je naar de afgelopen week ook kijkt. En de tweede helft werd het ook rommelig. Ben ik met je eens. Werd slordig, veel balverlies. Ja. Wat dat precies is, dat vind ik gewoon moeilijk te verklaren. Want dat zijn vaak ook simpele ballen die verkeerd gespeeld worden. En balverlies, waardoor je eigenlijk achter de bal aanloopt. Wat je de eerste helft gewoon minder hebt. Dan heb je de bal wat langer in de ploeg. En dan is het wat rustiger, is wat verzorgd. Dan ziet het er dus ook wat beter uit. Ja, dan was de tweede helft was dat wel weg. En dan vond ik ook dat dat ze op middenveld ook... hadden ze steeds wel iemand vrij en speelden hun dat beter uit. En daardoor kregen ze ook wel wat druk en wat corners en wat kleine kansen. Dus dat was gewoon niet zo goed. Ja, een makkelijke vraag met waarschijnlijk een moeilijke antwoord. En hoe moet dit nu verder, hè? Als je 6 keer op rij een thuisduel verliest? Ja. Dat kan helemaal niet, joh. Nee, dat kan zeker wel. Dat blijkt. Maar ja, hoe verder? Vorige week was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Je moet toch elke wedstrijd weer apart bekijken dan. En dan kun je uit deze wedstrijd ook wel, tenminste persoonlijk gezien, over het team kan ik er wel wat positiefs ook uithalen. Dat vond ik wel vandaag, zeker de eerste helft. Dus het was niet helemaal negatief. Maar goed, je krijgt wel weer de laatste minuut, krijg je de 1-0 tegen. Dus dat voelt gewoon weer als een zware nederlaag. En dat is, zoals je zegt, is dat weer een klap. En ja, hoe verder? Gewoon zoals we het eigenlijk al deden. Toch weer gaan bespreken, blijven trainen en op naar de volgende. En nu ben jij een ervaren speler, heb meer meegemaakt in je carrière. Hebben jullie als spelersgroep nou last gehad van alles wat er gebeurd is binnen deze club? Met Vloed, met de Raad van Commissarissen? Nee, eigenlijk niet. Tenminste, ik kan natuurlijk voor mezelf praten, maar ik heb er totaal geen last van gehad. Je leest wat op internet, je hoort wat links en rechts, maar we zijn hier om te voetballen en om te trainen. En wat er bovenin allemaal gebeurt, dat krijg je wel mee en dat hoor je, maar dat beïnvloedt me totaal niet.